Hi allemaal, we zijn er vandaag weer met een nieuwe aflevering van de Babbel Box. Mijn naam is Romano Wip en ik heb vandaag drie praatmaatjes die ons gaan vergezellen. Gaan jullie mee? Goed zo, hoe gaat het met jullie? Goed hoor. Ja, helemaal goed? Ja hoor. Goed zo, hoe heet jij? Esperanza. Esperanza, en hoe oud is Esperanza? Ik ben 11 jaar. 11 jaar, oké. Okay. En jij bent? Tahani. Tahani. Tahani is hoe oud? 6 jaar. 6 jaar. Oh, ik dacht 2 jaar. Oké, okay, en jij? Niara. Niara. En hoe oud is Niara? 10 jaar. 10 jaar. Oké, okay, oké. Okay. Stel je voor, er is brand thuis. Wat zou je als eerst uit huis halen? Wat zou je als eerst proberen te redden? Als je bent alleen thuis en er is plotseling brand thuis, wat zou je als eerst uit het huis willen halen? Jij. Mensen. Mensen. Oké, okay, maar als je alleen thuis bent? De brandweer gaat me komen halen. De brandweer gaat je komen. Oké, okay, dat kan ook. En jij? Ik zou mezelf proberen te redden, want mijn lieve, al die spullen die in dat huis zijn, meerdere niet, maar mijn lieve wel. Dus okay. Ik zou niets pakken. Oké, okay, de rest zou je opnieuw kunnen kopen en zo. Hè? Okay, en als jij? Het brand echt wel groot was, zou ik ook eerst mezelf uit het huis halen en daarna misschien buurman helpen, bellen. Oh, en dan? Oké, oké. Maar jullie zouden niet je tablet eerst weghalen of zo? Nee. Eerst jezelf. Ik wil wel mijn tablet weghalen, maar mijn vader gaat een nieuwe tablet halen als mijn huis aan brand was. Dan zou ik wel mijn tablet ook redden. Ja. En mijn teddybeer. En je teddybeer, oké. Okay. En hoe heet je teddybeer? Charlie. Charlie. Oké, okay, Charlie, kom. Er is vuur. Oké. Okay. Als je voor een dagje mocht wisselen met iemand. Dus als, laat zeggen, je leerkracht op school. Als je mocht wisselen, met wie zou je willen wisselen? Jij weer. Met je juf. Jij zou met je juf willen wisselen. Oké, okay, en waarom zou je met je juf willen wisselen? Als het eerst je geld was daar, en je hebt 20, dan krijg je een 10 en een 5. Oh, nee. Oh, je bedoelt je vrouw gaat voor je wisselen. Nee, ik bedoel wisselen van plaats. Als jij bijvoorbeeld je vrouw kon zijn en je vrouw kon jou zijn. Met wie zou je willen wisselen? Wil je misschien met de president wisselen? Wacht, we gaan eerst een van die anderen. Dan gaan we dat snappen, ja? Niara. Ik zou misschien met ouders, om te zien hoe het gaat op je werk. Oh, om te zien hoe het gaat met je wanneer je eenmaal werkt. Yeah. Oké, okay. En dan zou je streng zijn voor je kinderen? Nee. Nee? Ze moeten wel luisteren. Ze moeten wel luisteren. Oké, okay, en luister jij nu? Ik jok niet. Ik zeg niet dat je jok, ik zeg alleen Oké, okay, en met wie zou jij willen wisselen van plaats? Ik zou met mijn moeder willen wisselen. Met je moeder? Waarom met je moeder? Omdat ik wil zien hoe het gaat, want ik ben echt niet ik ben wel lief, maar soms. En ik wil echt zien hoe het aan toe gaat in haar wereld en in haar ogen. Oké, okay, oké, okay, dat is heel mooi. En dan ga ik jou weer vragen. Met wie zou jij willen wisselen van plaats? Met een mens. Met een ander mens. En een grote of een kleine? Een grote. Een grote. Oké, okay, waarom met een groot mens? Ja, want mijn moeder ging ook wisselen met een groot mens bij de mall. Oh, en daarom wil je dat ook doen. Oké, okay, zo schattig. Dit is echt schattig. Oké, okay. En als je zou wisselen met je moeder, zou je iets anders doen dan zij nu doet? Nee. Ze geeft een hele goede opvoeding. Oké, okay, en jij? Nee, wat zou jij anders doen? Ik zou hetzelfde doen. Je zou hetzelfde doen. Oké, okay, okay, want ze doen het heel erg goed. Ja? Oké, okay. Dan heb ik nog een vraag. Als je je eigen dag mocht bedenken, stel je voor je mag alles doen wat je wil. En je zou gewoon alles mogen doen wat je wil. Jij bepaalt. Wat zou je willen doen? Jij weer. Mijn moeder gaat boos worden als ik alles doe wat ik wil. Want ik moet tot vrijdag naar school, dan ben ik zaterdag en zondag vrij. Dan kan ik alles doen wat ik wil bij zaterdag en zondag. Oh, dus je moet wachten op zaterdag en zondag. Oké, oké. En jij, als jij een dagje mag doen wat je wil, wat zou je doen? Ik zou gewoon van alles en nog wat doen. Ik zou wel niet in Suriname, ik wil het in een ander land. Misschien in Amerika wil ik wel
gewoon doe wat ik wil in die land, want het is echt leuk daar. Oké. En jij? Ik zou met mijn ouders, mijn zus, mijn broer en mijn broertje en mijn vriendinnen naar de, bijvoorbeeld Curaçao, om daar te relaxen. Misschien voor een paar dagen. Oké, dat zou jij willen doen als je... Oké. Als ik mocht doen wat ik wilde, weet je wat ik zou doen? Ik zou de hele dag... Game spelen. Is niet goed. Ik kan niet. Zou jij de hele dag game willen spelen? Nee, mijn broer speelt de hele dag game en kijkt naar televisies. Maar ik speel met bellenblaas en elektrisch soms. En dan kijk ik naar televisie, dan ga ik op mijn oma's telefoon. Oh, oké. Of dat. En je maakt je huiswerk dan eerst. Oké. Jullie zijn allemaal schatjes bij elkaar. Goed gedaan. We zijn al klaar met dit gedeelte. Geweldig gedaan. U heeft het gehoord. Onze praatmaatjes voor deze dag zijn geweldige praters. Mag ik vragen dat we ze allemaal groeten. Groeten jullie ze. Bye. Hallo allemaal. Dag lieve kinderen en natuurlijk ook jullie ouders. Ik mag vandaag hier zitten in het programma en iets vertellen over mezelf. Ik zit met twee lieve meisjes die ik straks ga vragen hoe ze heten. Ik ben Tirsa. Ik ben moeder van Cincy. En Cincy is echt my pride and my joy. Ik werk bij de Haakrimbank. Ik ben marketing manager bij de Haakrimbank. En ik denk zo'n 20 jaar geleden mocht ik ook wat doen op tv. Ik mocht toen een programma presenteren, elke middag een verkoopprogramma. Dus ja, ik vind het leuk dat ik vandaag ook weer een babbeltje mag maken met deze twee lieve meisjes. En dan ga ik jullie vragen, hoe heten jullie? Ik begin bij jou in het geel. Ik heet Sifra Botja en ik ben 10 jaar. Leuk Sifra, welkom. En jij in het oranje? Ik heet Imara Leter en ik ben 9. Wauw. Oké, Imara en Sifra. Nou, jullie zien er heel mooi uit. Dank ik ben benieuwd welke vragen jullie allemaal voor mij hebben vandaag. Hoe oud was je toen je bent begonnen met het programma, die verkoopprogramma? Wat ik toen had gedaan, ik was 20. Ik denk 19, 20. Ja, dus het is inmiddels 21 jaar geleden. Bijna 22. En hoe oud was u toen u was begonnen met werken? 30 jaar. Toen had ik een echte job. Toen ben ik begonnen te werken bij de Surinaamse bank. En daarvoor heb ik altijd gewerkt. Hè. Als jullie me vragen hoe oud ben je begonnen met werken? 13 jaar. Toen had ik al bijbaantjes in de vakantie. Ik zat op judo. Ik heb 8 jaar lang aan judo gedaan. En toen hielp ik ook met de kleintjes om judolessen te geven. En ik verkocht in december vuurwerk bij mij in de straat. Toen was ik 13 jaar. En zo had ik dan elk jaar bijbaantjes in de vakantie, zodat ik kon sparen voor mijn leuke dingen. En ik ben echt blij dat ik dat heb gedaan, weet je. Want dat heeft me geleerd om heel veel discipline te hebben in het leven. Hoe vind je het om vandaag te zitten in de Supreme Bubble Box? Ik vind het echt leuk. Eigenlijk had ik het niet verwacht, dus ik ben blij dat ik mag meedoen. En ik vind het decor heel mooi en ik vind jullie super flink. Dus ik vind het heel leuk. In je vrije tijd, wat doet u? Ik sport. Ik hou van sporten. Dus ik sport. Laten we zeggen ongeveer 3 keer in de week doe ik van die groepslessen. Dan is er een juffrouw, een instructrice die dan een en ander voordoet. En dan moeten we daarna doen. Ik ga af en toe met mijn dochtertje naar de film. Dat vindt zij leuk, maar ook ik. En we zwemmen ook wel vaker. Ik vind het leuk om buiten de stad te gaan. Ik hou van zwemmen en zij ook. Maar ik zwem het liefst in de natuur, dus in kreekwater.
Ik hou niet zoveel van chloorwater, maar ja, ik ga wel omdat zij dat leuk vindt. Ik hou ook van de natuur. Jij ook, hè? Ja, de natuur is ik hou niet zoveel van chloorwater, want als je onder water gaat, brandt het je ogen. Precies, precies. En de natuur is gewoon nature, relaxed, niets brandt. Ja. Wat is je favoriete gerecht? Good one, want ik hou echt van lekker eten. Dus ik moet echt even nadenken. Ik denk... Je moet eten? Ja, moxalesi, roti doks. Ik hou ook echt van osonyang. Dus zoals? Weten jullie wat dat is? Ja, toch? Nee? Oké. Okay. Echt Surinaams eten, wat je normaal eet, gewoon elke dag. Zoals antroa met zoutvlees, sopropo met zoutvlees, gevulde sopropo. Of zo propo met warme vis. Ik kan echt lang doorgaan hoor, want ik hou van lekker eten. Ik ga vandaag zo propo met garnalen eten. Ja, dat vind ik ook echt lekker. Ja. Hoe vindt u uw werk? Ik vind mijn werk heel leuk. Dit is echt waar ik van hou. Het is mijn passie. Kijk, ik heb jullie verteld, ik ben begonnen toen ik 19 jaar was. Met een verkoopprogramma op tv. En ik kon van alles verkopen. Ik kon zelfs een glas kon ik verkopen. En wat ik dus nu doe, marketing, nou ja, dat doe ik het niet op tv. Maar eigenlijk betekent het dus ook het verkopen van de producten en diensten van de Hakrimbank. Maar natuurlijk moet je ze... Ik verkoop ze niet rechtstreeks, want ik heb collega's die dat doen, weet je, die de bankproducten verkopen. Maar wat ik dus wel moet doen, is zo goed als mogelijk uitschrijven, maar dan ook presenteren via onze social media kanalen. Ja, alle channels, ook op tv, radio, dat de klant precies weet waar wij voor staan als bank. En wat wij die klant te bieden hebben eigenlijk. Is dat duidelijk voor jullie? Ja. En wat verkoopt de Hakrimbank allemaal? Good question. Kredieten. Dus als eerste verkopen we, laat me dat zo zeggen, een experience. Dus een beleving. Hè? Dus als de klant komt, moet de klant tevreden zijn met wat... met de service die hij krijgt van mijn collega's, van de bank. En dan kun je als je bijvoorbeeld een lening wil om, laten we zeggen, een nieuwe fiets te kopen. Dan kunnen mama en papa naar de bank om die lening aan te vragen. Ook hebben we hele mooie speciale producten voor kinderen, spaarproducten. We hebben een Anansi spaarrekening. Kunnen mama en papa voor je openen, kunnen ze sparen. En ook als zij zelf wat extra centjes hebben en ze willen dat ergens in een potje, weet je, vastleggen. Dat heet een deposito. Nou, dan kunnen ze dat bij de Hakrimbank brengen. En dan wordt het daarvoor vastgehouden totdat ze zover zijn, weet je, om er gebruik van te maken. En dan krijgen ze elke maand rente. Daar kunnen ze weer iets leuks mee doen samen met jullie. Oké, meisjes. Ik denk dat jullie me alle vragen hebben gesteld die jullie wilden stellen. Is er nog iets wat jullie zouden willen weten? Nee. Oké, ik vond het heel leuk om met jullie te babbelen. Dank je wel voor deze gelegenheid. En blijven jullie je best doen. Ik vind jullie hele flinke meisjes. So keep it up. En Sifra en Imara, daar spreek ik jullie weer de volgende keer, yes? Okido. Dag allemaal, tot de volgende keer. We zijn weer beland in de quizbox. Hier stellen we dus broers en zussen, of twee broers of twee zussen, vragen om te weten hoe goed ze elkaar kennen. Vandaag hebben we een broer en een zus en laten we kijken wat ze ervan maken. Hoe heten jullie? Ik ben Shanfihira. Shanne? Shanfihira. Shanfihira. En jij? Wishantira. Wishan. Oké, hoe oud ben jij? Ik ben 10 jaar. 10 jaar. En jij bent? 8,5. 8,5. Oké, helemaal uitgerekend. Goed zo.
Wie van jullie twee is de meest lieve persoon? Wie is liever? Jullie zijn even stout. Ja. Okay. We zijn beide stout. Jullie zijn beide stout. Oké. Okay. En wie kent wie beter? Zij kent jou. Zij jullie kennen elkaar even goed. Oké. Okay. Wat we gaan doen, we gaan een koptelefoon zetten op jouw oren. Gaan we je zusje vragen, een paar vragen stellen. En daarna gaan we jou die vragen stellen om te kijken als die antwoorden overeenkomen. Zijn we ready? Oké, okay, goed zo. Want jij mag niet horen wanneer we de vragen stellen. Oké, okay. Dan zet ik dit zo op je oren. Zo. En dan. Oké. Okay. Hoor je me? Hoor je me? Hoor je me? Nee, ik kan niet horen. Oké, okay. Goed zo. Oké, okay. Hij hoort ons niet. Ik ga jou een paar vragen stellen. En dan gaan we hem straks ook diezelfde vragen stellen. Ja? Oké, okay. Je mag naar voren kijken. Anders kan je mijn lippen lezen. Oké. Okay. Wat is je broers favoriete kleur? Ik denk donkerblauw. Donkerblauw, hè? Oké. Wat is zijn lievelingseten? Wat kan hij elke dag eten? Ik denk dat is noedel. Noedel, oké. Heeft hij een geheime talent? Is er iets dat hij kan doen dat niemand nog weet? Heeft hij een geheime talent? Hij heeft niet, oké. Wat is zijn favoriete dier? Favoriete dier? Hij houdt bijna niet van dieren, zodat ik weet. Oh, hij houdt niet van dieren. Ik denk hij houdt van honden. Misschien honden, hè? Oh, want hij houdt niet echt van dieren. Oké. Okay. En wat is zijn droomberoep? Wat wil hij later worden? Toen hij klein was, had hij wel gezegd dat hij een politie wilde. Nee, een president wilde worden, maar oh. Nu weet ik niet. Oh, van nu weet je niet, maar vroeger wilde hij president worden. Zo ga ik zeggen president. Oké, okay, president. Oké. Okay. En wat voor superpower heeft je broer? Wat kan hij dat anderen bijna niet kunnen of helemaal niet kunnen? Hij is meer sterker dan Pancho en dan andere kinderen. Dan andere kinderen. Oh, hij is heel sterk daarin. Hè? Dan moet ik een keer proberen. Hè? Ik kan het proberen. Oké, okay. Ik heb je een paar vragen gesteld. We gaan het nu van zijn oren halen. Dan gaan we kijken als hij dezelfde antwoorden geeft. Zijn we ready? Oké. Okay. Zo, goed zo. Gesteld. We hebben je zus een paar vragen gesteld en dan gaan we jou diezelfde vragen stellen. Ik check jullie. Ja? Oké. Okay. Wat is je favoriete kleur? Mijn favoriete kleur? Zwart. Zwart, oké. Okay. Mm-hmm. En wat is je lievelingseten? McDonald's. McDonald's. Tweede plek is KFC. Tweede plek KFC, oké. Okay. En heb je een geheime talent? Wat voor geheime talent heb je? Geen klok. Je hebt niet, oké. Okay. Wat is je favoriete dier? Een hond. Een hond, oké. Okay. En wat is je droomberoep? Wat zou je later willen worden? Ik weet niet, een YouTuber. En ik weet niet welke werk ik zou hebben. Misschien als ik groot ben, ga ik weten, maar ik weet niet. Maar nu weet je niet. En vroeger wist je ook niet wat je wilde worden? Nee, vroeger ging ik zeggen president. Oké. En welke superpower heb je? Heb je superpower? Geen enkele superpower. Iets dat anderen niet kunnen? Nee. Of waar je beter bent dan anderen? In arm wrestling. Arm wrestling. Ben je sterker dan de meeste kinderen? Ja, en van mezelf. Ik ben 10. Mm-hmm. Kinderen die ook 10 zijn, ben de beste. Ben jij de beste? Ja. Oké. Okay. Ik heb 6 vragen gesteld. En kleur is niet goed gezegd. Heeft je zus een ander gezegd. Eten. Heeft je... geheime talent. Ja. Niet echt. Favoriete dier, heeft ze ook gezegd, hond, want je houdt eigenlijk niet van dieren, zegt ze. Is dat waar? Je houdt niet van poezen. Ik hou van honden. Oké. En wat je later wilde worden, ze zei ook dat je vroeger toen je klein was, zei dat je president wil worden. Dat is heel goed. En superpower, arm wrestling. Dus van die 6 vragen hebben jullie 3 goed. Dat wil zeggen dat je zus je op een schaal van 1 tot 10... ongeveer 5 kent. Ze kent je voor de helft goed, maar dat is heel goed voor 2 broers en zussen, of voor een broer en een zus. Geweldig gedaan. High five. 1,
twee. En geef elkaar ook een high five natuurlijk. U heeft het gehoord, deze twee kennen elkaar toch wel. En het is mooi om te zien als een broer en een zus elkaar zo kennen. We zien jullie de volgende keer weer. Tot ziens. Bye. Jullie mogen ook groeten. Bye. Beste kijkers, we zijn weer beland in onze talentbox. En natuurlijk hebben we vandaag ook een geweldige talent. Ze is 10 jaar oud, Isabel. Isabel, laat ons horen. Wauw, nu gaan we die remix doen. One more time. Dankjewel Isabel. Dat was het dus. Isabel heeft het voortreffelijk gedaan. 10 jaartjes jong en ze is nu al een geweldig talent aan het ontwikkelen. Dankjewel. Tot de volgende keer. In de bubbelbox zijn we blij. Anders zijn we lekker vrij. Lachen en babbelen weer voor 10. Zo kan de hele wereld ons zien. Stap in de bubbelbox groot en klein. Zie onze wereld al zo fijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.